Hallo dag reviewvrienden, hoe is ie daar? Hier is ie lekker, zonnetje schijnt, weekend voor de deur, ik heb mij uit om bommen. Ik heb mij niks meer bommen. Vroeger ging ik gebukt onder het juk van de samenleving, de verwachtingen, de maatschappij, het wereldnieuws, geopolitiek. Maar het zit me allemaal geen ene moer meer. Ik kijk naar buiten, denk zonnetje schijnt, bijna weekend, ik heb mij uit bommen. Ja, kan mij dan maar bommen. 45. Ik zeg, oh, verdomme, wat troep. De review onder een doosie. Ja, maakt gewoon niet meer uit. Wat zit er onder een doosie? Wat heeft Achmetje opgestuurd? Laten we maar weer gaan kijken. Ja, kan mij dan maar bommen. Chocolade. Repen van M&M's. Ik sprak Achmetje gisteren nog. Ik was bij hem langs. Achmetje bestaat inderdaad. En ik zei, Achmetje, de tijd dat jij alleen maar hele pittige shit opstuurde, die ligt gelukkig achter ons. Maar waarom deelt het chocola? Waarom iedere keer chocola? En zei hij, Jan, ik weet dat jij zo'n verschrikkelijke schurfthekel hebt aan chocola. Daarom. Goede reden, of niet. Vriendelijk is het niet. Oh, het maakt niet uit. M&M's. Ik wist niet dat die chocoladerepen hebben, überhaupt. Is dat nieuw? Of misschien is dat oud? Ik weet het niet. M&M's zijn altijd die kleine dingetjes in een zakkie. En ik zal je vertellen. De gele M&M's in het zakkie. Dat is dus met pinda erom. Die vind ik dus heerlijk. Ja, ik hou niet van zoet. En ik hou niet van chocola. Bla, 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 bla. Maar die chocolade, pindaatjes met dat laagje omheen van de M&M. Die vind ik heerlijk. Ik zal je vertellen, als ik naar de bioscoop ga, en ik doe dat wel eens in mijn eentje, lekker rustig in je eentje, koop ik altijd een zakje van die M&M's, die vreet ik in één keer leeg. Halverwege de pauze moet ik bijna kotsen. Maar lekker is het wel. Blijkbaar is hier dus ook een reep van gemaakt. Dit is hazelnut, hazelnootjes, combinatie hazelnootjes, chocola. Is eigenlijk ook altijd goed. En de rode cookie. Heb ik niet zoveel mee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel een beetje tegen opkijk om dit te gaan proeven. Want ik weet nu al dat ik er ziek van word. Nou, ik begin wel met de hazelnoot. En dan neem ik de cookie. En dan neem ik de pinda's. Want die vind ik toch lekker. Nou, dat maakt toch een moer uit. Even kijken, hoe ziet dat eruit? Ach, dat ziet er nou hartstikke leuk uit. Moet je nou kijken. Kijk, ze hebben wel echt hun best gedaan. Nou, dat is toch schattig. Godverdomme, het smelt gelijk in mijn... Ah, we gaan een stukje afbreken. Oh, kijk nou, er zitten hele Smarties in, joh. Hele Smarties en stukjes hazelnoot. Dit breek ik ook. Nou, dit vind ik... Ja, sorry hoor. Ik ben misschien een beetje kinderachtig, maar dit vind ik nou echt hartstikke leuk. Er zitten gewoon Smarties in de chocola. Dat is toch leuk? En die Smarties die zijn ook nog van chocola. De chocola is gewoon zachte melkchocola. Maar die Smarties die ze erin hebben gesodemieter, die zijn harder, omdat er het laagje omheen zit. Dus je hebt hardere stukjes erin. En dan heb je kleine stukjes hazelnoten erbij. Ik neem niet meer dan één blokje, want anders redden we de derde reep niet. Maar het is hartstikke leuk. En het is nog lekker ook, ja. Oké, ik heb niks met melkchocola. Ik vind melkchocola misselijkmakend. Ik hou van pure chocola, als ik een andere chocola neem. Dus ja, ik kan zeiken over die melkchocola, maar dat doe ik niet. Want ik vind het een leuk ding. Ik vind het een leuk concept. En ik vind het een leuk iets dat ze gewoon hele Smarties erin hebben gezoden. Smarties, de M&M's erin hebben gezoden, mieten. Vroeger heette die dingen Smarties. Kijk, oh, hier pleuren ze er al. Hier vallen ze er al uit. Dit is dus, kijk, de blauwe in, met cookies. Ja, er zitten dus cookies in de chocola. Hoe is dat? Ik had in één blokje drie Smarties. M&M's. Ja, het is heel vervelend. Maar die cookies,
in de chocola met M&M's. Verdomme ook lekker. Hé, en dan moet ik nog aan die met pinda's beginnen. Oké. Okay. De melkchocolade maakt me nu al misselijk. Ik kan er niet zo tegen. Maar het is een hartstikke leuk product. Nou, dan hebben we deze. Appetij. Stukje afbreken. Niet leuk. Stukje afbreken. Wel leuk. Kijk. Hoppatee. Twee smarties. En ik hoop op pinda's, die zie ik al niet. Hebben ze hier wel pinda's in gesodemieterd? Ja, hier zitten wel pinda's in. Komt ie. Dat is een stukje zonnepinda. Kijk, hier zit duidelijk een pinda in. Ja. Heerlijk. Moet ik zeggen dat ik ook, toen ik hier aan begon, dacht dat het huilen werd. Dat het zeuren werd. Ik zei, nou jongens. Smerig, het is allemaal vies. Het is allemaal niet vies. Ik vind het ook niet allemaal super lekker, maar dat ligt er gewoon echt aan mijn hekel aan melkchocola. Maar ik ga vandaag gewoon eens een keer een beetje mijn normale cijfertjes geven. Gewoon niet alleen maar omdat Jantje melkchocolade niet lekker vindt, dat het dan opeens weer allemaal naadje is. Het is gewoon een leuk product. Tijd voor de cijfertjes. En een bakkie, want ik ben hondsbroed, ben kotsmisselijk. Heb ik dus echt 3 verschillende stukjes chocola gegeten. Het zit met tot hier, zo'n beetje. Dan had het hier al bijna. Raar, hè? Overgevoelig, hysterisch maagje. Vreemd. Amen. Wat zal ik ervan zeggen? We hebben hazelnoten, we hebben cookies. En we hebben pinda's. Nou, die, ik heb er wel weer een zootje van gemaakt, hè. Die hazelnoot is lekker. Ik denk niets mee. Er zit gewoon lekker razennootjes in. En er zitten M&M'tjes in. Het is gewoon een lekker dingetje. Ik krijg gewoon een voor mij een sessie. Dat is hartstikke goed. Niks mis mee. Dan de cookie. Die is lekker hoor. Er zitten gewoon harde stukjes cookies in. Naast de M&M'tjes die er al in zitten. En krijg je maar gewoon een 7. Dat is gewoon helemaal oké. Okay. Dat is gewoon helemaal prima. En de M&M met pinda is de winnaar. Omdat ik M&M en pinda gewoon een absolute top combinatie vind. Dat is liefde op het eerste gezicht. M&M's en pinda's. Ja, ook een beetje nostalgie natuurlijk. Maar dat maakt niet zoveel uit. Die krijgt van mij ook gewoon een 7. Ja, ik ga geen 8 geven voor die troep, zeg. Nou, ontzettend bedankt voor het kijken. Het zonne van de repen. Die moet ik nu wegflikken. Nou, weet je, ik maar bewaar ze wel dat iemand komt die dat lekker vindt. Nou, hartstikke leuk. Prettig weekend. Dag!